Dit is de kamer waar de heren altijd even naar de race kijken. En hier zitten een paar deukjes. Hoe zou dat nou komen? Gas op! Het land is brandrood, ik ga het toch proberen. Ik dacht wel dat jij het was. Kom binnen. Dit is commentaar, studio zoals we die bij Ziggo hebben. Dit is degene waar ik bij de Formule 1 eigenlijk altijd zit, bij de trainingen. Ja, wat zie je hier? We hebben een... ik noem het nog steeds een codec, maar zo heet die dingen vroeger. Tegenwoordig heten ze anders. We hebben een geluidsstudio verderop zitten in het pand. Ja. We hebben ook hier een geluidsman zitten die mijn stem op de goede manier zo omhoog schuift dat hij thuis ook goed te horen is. Ja. En ik kan ook contact hebben met hun natuurlijk. Ik heb een lijntje met de geluidsman en de producer hier, maar ik kan ook even als ik wil met Olaf praten. Oh, okay. Gewoon allemaal via dit scherm. En hier allerlei knoppen natuurlijk waarbij ik het geluid voor mezelf even... hard genoeg kan zetten en dat ik ook de auto's op een goede manier hoor. Bij Formule 1 is dat niet zo'n probleem, maar bij NASCAR, wat ik ook doe, is natuurlijk de herrie van de auto's veel groter. Dan zit je wel veel met die knoppen te schuiven. Knopje on-air, dat spreekt van zich, dan ben je on-air. Als ik nou moet kuchen, druk ik deze knop in, de mute knop. Kan ik gewoon veilig kuchen zonder dat jullie het thuis horen. Het gebeurt mij ook wel eens, moet ik eerlijk verklappen, met name bij die lange NASCAR uitzendingen, dat ik denk ik moet even kuchen. En druk ik per ongeluk de knop voor de producer in. Dan zit ik helemaal gewoon met mijn kuchte. Hier zie je die wel aardig. Dit is het beeld wat jullie thuis ook zien. Ik heb precies hetzelfde beeld waar ik commentaar op geef. Ik heb precies dezelfde lifetiming die je ook gewoon thuis kan krijgen. Die heb ik hier ook. Wat ik wel extra heb is hier nog een lifetiming. We hebben gehad, dat was in Brazilië voor mij dit jaar, en voor mij in Amerika ook, of in Mexico, dat die lifetiming niet goed werkte. Dus was ik heel blij, dat deze deed niet goed, dus op het circuit deed die niet goed. Maar die deed het toen nog wel. Dus dat, vandaar ik maar voor de zekerheid, ja. Als je zeker zo'n vrije training, als je geen lifetiming hebt, is dat natuurlijk erg lastig. Hier heb ik pitlane, kan ik dus zien wat er in de pitstraat gebeurt. Okay. Dit is driver tracker, kan je zien waar de auto's op het circuit zich bevinden. En dit is onboard, gebruik eigenlijk niet zoveel. Want het linker is dat als je daar te veel naar gaat kijken, dan kijk je dus naar andere dingen als jullie thuis. En ik moet dus iets vertellen wat jullie thuis ook zien. Tenminste, ik moet wel ook achtergrondinformatie geven, maar ik moet niet zien, oh kijk hoe mooi van dat onboard shot. Ja. Ja, dat zien jullie thuis niet. Nee. Of je moet het kanaal hebben. Ja. Maar we geven altijd commentaar gewoon op program, zoals het heet. Het programma zoals jullie dat ook zien. Nou goed, ik heb op zich niet zo heel veel verdere informatie bij me. Ik heb wel hier altijd die, wat je ook gewoon thuis kan krijgen, hè, hoe de banden verdeeld zijn, heb ik hier liggen. Ik heb een rondje circuit liggen met wat aantekeningen, bijvoorbeeld de topsnelheid op een punt of dat ze 80 mogen in de pitstraat. Dat is trouwens overal, dat dit een favoriet deel is van de coureurs. Hier heb ik nog even gehighlight waar de sectortijden worden gemeten. Hoe vaak ze schakelen, zoek ik eventjes op. Altijd wel grappige informatie. Oh, ik heb hier toevallig, want het is het weekend van Abu Dhabi nu. Dit is op de vrijdag voor Abu Dhabi bekend geworden. Over die banden die erbij zijn gekomen van Pirelli. Dus die haal ik gewoon even bij me als ik daar wat over wil vertellen. En tegenwoordig natuurlijk veel Twitter. Nou, ik zie NASCAR ook nog staan en andere dingen. Twitter om dingen in de gaten te houden is ook wel heel, heel handig. Ja, zeker. Ja. Maar verder... Maar je hebt nooit... Je kunt niet alle schermen tegelijk kijken. Is er iemand op de achtergrond die jou... Tip van, hey, heb je dat daar gezien? Of, Nee, dat doe ik helemaal zelf. Okay. En, maar daarom zeg ik, als je nou vooral het programscherm in de gaten houdt, dan zie je hetzelfde als de mensen thuis. Yeah. En dan kan het best zijn dat ik dan daar wat mis, maar dan hebben jullie thuis ook niet gezien. Yeah, yeah. Terwijl als ik alleen daar ga zitten kijken, en dan zie ik daar weer dingen niet, weet je wel. Dus de program, wat de mensen thuis zien, dat moet altijd leidend zijn. Ja, ik snap het. Super. We zitten nu 10 minuutjes voor de uitzending. Ik neem je mee naar de producer. Ja, graag. Dan kan je kijken hoe hij dan zijn werk doet. Oké, top. 5, 4, 3, 2, 1. Lidl loopt. Dank u wel met de play-out.
Live. NKI Battle plaat. Nederlands kampioenschap met alle winnaars van de e-battle van dit seizoen. Dus ook de mannen die hier verloren hebben.